We gaan het vandaag hebben over de verhoudingstabel. Je leert hoe je een verhoudingstabel correct moet invullen. Hoe maak je gelijkwaardige breuken? Je gaat de teller en de noemer vermenigvuldigen of delen door hetzelfde getal. Bij breuk 1 vierde. Vermenigvuldig ik teller. En noemer met 2. Dat wordt 2 achtste. Wanneer ik 2 achtste nogmaals met 2 vermenigvuldig, krijg ik 4 zestiende. Al deze breuken hebben dezelfde waarde. Gelijkwaardige breuken kunnen we ook in een verhoudingstabel voorstellen. 1 vierde ga ik vermenigvuldigen met 2. Ik doe dit met de teller en de noemer. Dat maakt 2 achtste. Deze breuk ga ik nogmaals vermenigvuldigen met 2. Dat wordt 4 zestiende. Deze breuken hebben dezelfde waarde, dezelfde verhouding. Er staat hier nog een andere verhoudingstabel. Hier en daar ontbreken enkele gegevens. Enkel breuk 1 vierde is volledig gegeven. Ik heb teller 2 staan, maar om van 1 naar 2 te gaan, moet ik vermenigvuldigen met 2. Ik doe dit ook met mijn noemer. Deze wordt dan 8. Naast teller 2 staat een leeg vakje. Ik moet dus op zoek naar een ander gegeven om naartoe te werken. En dat vind ik bij nummer 16. Om van nummer 8 naar 16 te gaan, vermenigvuldig ik met 2. Dit doe ik ook met mijn teller. Dat wordt 4, 16. Nu heb ik als teller 5 staan. Het lukt niet om van teller 4 naar 5 te gaan. En ook van teller 2 naar 5 gaat niet. Maar ik kan wel teller 1 vermenigvuldigen met 5 en zo ook. Mijn noemer 4 vermenigvuldigen met 5 en dan krijg ik 5 twintigste. Hoe kan ik het ontbrekende getal bepalen? Ik heb 15 achttiende. Het enige andere gegeven is 10. Ik kan niet van 15 naar 10 toewerken. Hiervoor. Moet ik een tussenoplossing bedenken. Ik zoek een getal dat zowel in de tafels van één van beide tellers en noemers voorkomt. Het getal 30 komt zowel in de tafel van 15 en 10 voor. Ik vermenigvuldig 15 met 2. En dat doe ik ook met mijn noemer. Dan krijg ik 30 36ste. Om 10 te bekomen, moet ik 30 delen door 3. Dit doe ik ook met noemer 36. Ik heb nu 10 12ste. Nog enkele tips. Gelijkwaardige breuken of een verhoudingstabel geven dezelfde verhouding of waarde aan. Het ontbrekende getal vind je door een getal te zoeken dat zowel in de tafels van één van beide tellers en noemers voorkomt. Noteer zeker de boogjes en bijhorende bewerkingen rond de tabel.